Okay. Goedemiddag allemaal. Ik zie dat er heel veel tegelijk aan het binnenstromen zijn. Welkom allemaal vandaag bij de Meet and All sessie in het Nederlands voor Economics en Business Economics. Hij is grotendeels in het Nederlands, zal ik er gelijk bij zeggen. Helaas kon de oorspronkelijke spreker van vandaag er niet bij zijn. Dus hebben we onze programmadirecteur Sneha Gaddam. En die zal het inhoudelijke gedeelte doen. Jullie zien haar nu het scherm aandoen. Die zal het inhoudelijke gedeelte vertellen. Maar dat is wel in het Engels, want Nederlands is niet haar eigen taal. Overigens is de rest van de presentatie wel gewoon in het Nederlands. En jullie kunnen de vragen ook gewoon in het Nederlands stellen. Dan zal ik nog even de sprekers van vandaag voorstellen. Ikzelf ben Danny Otto, ik ben een studieadviseur bij de faculteit en ik ben vandaag de moderator van de webinar. Ik heb haar naam al genoemd, Sneha Gaddam, is onze programmadirecteur van Economics en Business Economics. We hebben ook twee studenten vandaag die hun verhaal zullen doen. Als eerste Clara van Vliet. Kijken. Yes, Clara. En we hebben ook Judith. Daar is Judith. Clara is een tweedejaarsstudent, dus ze zit nog echt in de bachelor. En Judith heeft de bachelor al afgerond en doet op dit moment haar master. Dus dat is allebei, kunnen ze hele waardevolle informatie vertellen. Dan wil ik nu als eerste het woord geven aan Sneha, die jullie gaat vertellen over het programma. Thank you very much, Danny. Welcome everyone. I am Sneha Gaddam and I am the program director for the Bachelor's in Economics and Business Economics program. So I'm very happy to see you all today and I want to set some expectations for the Meet and Ask session now. So first I will give you a broad overview of how this program is structured and why you should be choosing Economics and Business Economics program in UVA. And then our students, Clara and Judith, will talk about their experiences. And after that, Danny Otto, our study advisor, will talk about some of the next steps involved. All right, so let's begin with the roadmap. So the structure of Economics and Business Economics program is as follows. So the bachelor's program consists of 3 years, and each year is broken down into 2 semesters. So there are a total of 6 semesters. During the first 3 semesters, all students will follow a joint foundational program. And this part provides students with the core knowledge on economics and business economics. Furthermore, the students will also be trained in analytical and statistical aspects of these courses. And in the end of year two, first semester of year two, the students should choose make a choice between economics or business economics major. And a benefit or a nice feature of the program being in this way is that you can actually postpone your choice between economics or business economics until the second year. So you don't have to join the program immediately and make a crucial choice. So what this does is it gives you enough opportunity to experience the different courses first, and then make a choice for whatever fits your interest best. So another benefit of this program is that you get a broad and basic understanding in economics and business economics that will also be appreciated by your future employers. So let's talk about the basic structure in the first year. So it consists of 6 blocks, like every year, and it's broken down into 3 in every semester. So the first 3 periods, period 1 and period 2, in both semesters are blocks of 8 weeks. So these are called the large blocks. And period 3 is consisting of 4 weeks. So this is the smaller block. So in the large block, we have a mix of economics and business economics courses. So you can see that in period 1 and period 2, you have courses like Principles of Economics and Business 1, Microeconomics. And in period 1, period 2 of second semester, you have courses like macroeconomics and economics of markets and organizations. So really the fundamental courses for economics and business economics. And then you can see that you also have, in addition to these courses,
courses in statistics, finance, mathematics, and financial accounting. So what these courses do is they delve deeper into the quantitative and analytical skills that the other econ courses require. So in the small blocks, which is in period three, you have courses which will train you in academic writing in first semester and research skills in second semester. So quantitative and academic analytical skills are very important in economics. So therefore, it is important that you find mathematics interesting, as this will be an important element of the program. So we do offer a challenging program, and you must be willing to invest time and effort into it. All right. So most programs in economics and business economics will offer very similar courses. But a distinguishing factor of our program is that already in the first semester, you will be exposed to guest lectures and you will start writing essays. So for example, this course in year one that you will do, Principles of Economics and Business Economics 1, will discuss a topic in the field every week. And questions like, how do individuals make choices? How can you motivate people? How do firms operate are all discussed in this particular course. And each week there is a guest lecture of a top economist specialized on the topic that you're going to write an essay on. And these top economists are active in research in academia and industry, and some of them are also in touch with governmental bodies. So furthermore, students taking this program will be exposed to seminal papers in the field, and they have to write essays. So this is the first step contributing to academic thinking and writing. So as I said, we do offer a challenging and interesting program, but we also expect students to invest a lot of time and effort into it. So we will now move on to the second year of the bachelor program, where you will make an essential choice. So as I mentioned earlier, the first semester of year two is still combined for all students in the bachelor, but in the second semester, students will have to choose a major in economics or business economics. And depending on the major that you will choose, the program will look as follows. So you can see that you still have courses like micro and macro that you are going to build on top of the foundational program that you've done. On the other hand, if you choose a major in business economics, you are going to build on topics like management accounting and finance and so on. But in both majors, you see that you also get further grounding in mathematical courses, and courses like game theory and strategy do delve deeper into decision-making processes. However, the major in economics focuses more on the individual decision-making, and major in business economics focuses on more on the firm perspective. All right. So here, finally, we are in year three, where you have a lot of freedom to choose. So let's consider three available options for you. So first, we are going to offer the opportunity of an internship, where you gain some practical experience before moving into the labor market. The second option available to you is you can actually decide to spend a semester abroad. The university, so University of Amsterdam, has many partner universities all over the world. Studying abroad gives the opportunity to experience another educational system and a different culture. And third option is that you can follow a minor. So minor is a structured program to broaden your knowledge. Some students decide to follow a minor closely related to economics topics, for example, minor in sustainability economics. But some students want to do something completely different, and they might follow a minor in art history, for example. So the important thing is that the first semester gives you an opportunity to choose based on what fits your interest best, first semester of year three, of course. And in the second semester of year three, you follow a specialization course within your chosen specialization. So next, I would like to delve a bit deeper into the majors that I talked about before, the choice you have to make at the end of semester one and year two. So let's talk about major in economics first. So economics, as you might have heard in school, is a study of scarce resources, right? So it's essentially a study of processes and institutions in relation to the use and distribution of scarce resources and alternatively applicable resources. So it deals with the economic decisions of individuals and firms
for sure, but it also deals with policy decisions of countries and organizations. So what I can say is studying economics is going to equip you with tools to think about human decision-making at large. Now, let's look at the major in business economics. So business economics deals with the decisions of firms about investments and financing, but it also deals with decisions of firms about the way the firm is organized, about the strategic behavior of firms, and the measurement and reporting of financial and also non-financial information to assist decisions of managers. So when you choose a major in business economics, you have three specialization options based on what fits your interest best. You can go in the direction of accounting and control if you like accounting best. You could also choose finance as your specialization, then the course would differ a bit. And you can also choose organizational economics as your specialization. Then, of course, the specialization will follow those courses. So I've just explained the economics and business economics program. So somebody might be wondering, well, what's the difference between business administration versus business economics? So you can see that we approach economic problems from an analytical and financial perspective. And this is kind of a monodisciplinary idea. On the other hand, if you want to approach it, same problems, business problems again, if you want to approach them from a multidisciplinary perspective or a managerial perspective, then perhaps business administration is a great program for you. So remember that both programs are still dealing with business problems. All right. So we've seen a lot of what happens over the 3 years. Now I'd like to offer a quick summary. So here we offer a solid education in economics and business economics. We equip you with a toolbox that you can apply in your master or professional career. And our students have very good career perspectives. After graduation, most of our students do continue with a master. However, we are also seeing increasing number of students choosing to go to labor market and they postpone their masters until gaining some experience in the field, which is also appreciated by prospective universities. And any large firm does need a good economist, but also governmental organizations and institutions do need economists. So we have students working in companies like PricewaterhouseCoopers, Willis Towers Watson. We have students working in KPMG, Dutch National Bank, CPB, and also ministries and many other organizations. So throughout their studies in this program, students are regularly exposed to potential future employers. So the study associations regularly organize career events, giving students a wide opportunity to interact with potential prospective employers. Furthermore, we also often involve companies actively by offering guest lectures. We also have courses where you do case studies where companies can come and give you talks and to give you a real and practical overview of what goes on in business organizations. So with the skills that you acquire during your studies here, you will become a valuable asset for any large company or governmental institution. So I would now like to give the word to Danny. Ja, heel erg bedankt, Sneha. Nou, het maken van de juiste keuze is een belangrijke stap richting je academische, maar ook je professionele carrière. Daarom is het echt heel goed dat jullie vandaag hier aanwezig zijn. En hopelijk krijgen jullie allemaal een klein beetje een goed beeld van wat je van ons kan verwachten. Jullie hebben net gehoord over de inhoud van de studie van Sneha en de perspectieven ook op een baan daarna. Een deel van onze taak als studieadviseur is om jullie te helpen om keuzes te maken, ook tijdens je studie. Deze webinar helpt je ook bijvoorbeeld om te ontdekken of economics en business economics een goede match is voor jou. En een goede manier om daarachter te komen is eigenlijk om ervaringen mee te krijgen van studenten die jullie zijn voorgegaan. Dus die hebben ooit ook misschien deze webinar bijgewoond, toen zij nog twijfelden. Daarom ben ik heel blij dat er vandaag twee studenten aanwezig zijn. Ik heb ze al eerder geïntroduceerd. Dus allereerst wil ik graag het woord geven aan Clara. Ja, hoi allemaal.
Mijn naam is Clara en ik zit nu in het tweede jaar van mijn studie Economics en Business Economics. Ik heb deze studie eigenlijk gekozen omdat ik heel erg geïnteresseerd ben in de maatschappij. Maar daarnaast vind ik het ook heel leuk om met kwantitatieve data te werken. Dus dat is eigenlijk met getallen en cijfers. En bij economie is dat een heel goede combinatie. Wat ik bijvoorbeeld heel leuk vind om te merken is hoe verder ik in mijn studie kom, hoe beter ik bijvoorbeeld krantenberichten snap die dan gaan over inflatie of waarom de waarde van bepaalde valuta omlaag of omhoog gaan. Dat, ja, ik vind het gewoon heel interessant om achter dat soort dingen te komen. En ik merk ook dat economie een hele brede studie is. Dus er zijn heel veel verschillende kanten aan de economie. En dus ja, bijvoorbeeld, je hebt al bedrijfskunde, business economics, bedrijfseconomie en normale economie. En ik vind het heel leuk dat je van beide kanten eigenlijk in beide vakken volgt. En dat je dus pas later in je studie een keuze maakt welke kant je opgaat. Maar daar blijft het ook niet bij, want ook dus bijvoorbeeld na je studie, in je master of in je toekomstige baan heb je heel veel keuzes. Zoals al eerder is gezegd, studenten komen echt op allerlei plekken terecht. Dus het is helemaal niet zo dat je dan econoom wordt bij een bank. Maar je kan echt nog heel veel verschillende richtingen op. Ik heb geen economie gedaan op de middelbare school. En ook geen wiskunde B. Maar ik kan toch gewoon economie studeren. Want dat is allebei niet per se nodig. Ik moet wel zeggen, er is wel veel wiskunde in die bij economie te pas komt. Je krijgt er een vak in. Maar ik moet zeggen, als je gewoon goed meedoet in de lessen, dat het dan echt prima te doen is. Ook voor mij, ik ben niet een ster in wiskunde, maar het is ook echt wel prima te doen. Wel handig als je het een beetje leuk vindt, want het komt wel steeds een beetje terug. En in het eerste jaar kan je ook nog deels de studie volgen in het Nederlands. Als je bijvoorbeeld die overgang, als je het wat fijner vindt dat de overgang wat, dus dat je niet meteen alles in het Engels hebt, maar dat je ook deels in het Nederlands hebt. Ik heb dat zelf niet gedaan. Ik heb meteen volledig in het Engels gevolgd. Wat aan het begin heel eventjes wennen is, want het is natuurlijk een nieuwe taal om daar ook meteen in te schrijven en te spreken. Is natuurlijk wel een beetje een overgang. Maar zeggen met VWO niveau Engels is dat echt prima te doen. Maar goed, Judith heeft volgens mij wel eerst ook deels in het Nederlands gedaan. Dus zij kan daar misschien iets over vertellen zo meteen. Nog even over hoe je week er dan uitziet als een economie student. Ik volg nu twee vakken, eentje over econometrie en eentje over international money and finance. Dus zoals je zag, meestal bestaat je blok uit twee vakken. En elk vak heeft meestal één of twee hoorcolleges en één of twee werkcolleges, werkgroepen. En in die hoorcolleges, dat is echt je standaard beeld van studeren. Echt zo'n enorme zaal met allemaal studenten erin. Dus iedereen die dat vak volgt. En bij de werkgroepen ga je meer opdrachten maken in een groepje van, ik denk 15 tot 30 studenten. En dan heb je dus echt veel meer ruimte om vragen te stellen. En ook met je medestudenten te praten. Want dat is natuurlijk wel wat lastiger als je in zo'n enorme zaal zit om elkaar dan te vinden. Maar goed, je hebt dus niet heel veel lestijd op de universiteit. Wat op zich heel fijn is, want je hebt heel veel vrijheid. Maar dat zorgt er ook wel voor dat je veel moet zelf moet studeren, dus zelf inplannen. Wat wel een overgang is van de middelbare school. Want daar heb je natuurlijk veel meer dat je gewoon van 9 tot, weet ik veel, 4 op school zit. En daarna naar huis gaat. Maar hier zit dus echt, ik heb nu twee vrije dagen in mijn week. Maar dan ga ik soms dus ook gewoon naar de UvA om te studeren. Omdat je anders toch wel gaat achterlopen. Want je krijgt niet alles meer aangeboden in de lessen. En waarom de UvA? Ja, volgens mij is er qua inhoud niet heel veel verschil tussen de opleidingen aan verschillende universiteiten. Maar ik vind zelf de UvA gewoon een hele fijne universiteit. Dus bijvoorbeeld als ik ga studeren, dan
U5 op Roeters Eiland krijg je dan vaak meestal les. Nou, dat is gewoon een hele mooie campus met heel veel werkplekken. En je kan ook in de stad naar verschillende locaties, kan je gewoon met je studentenkaart dan in die bibliotheek gaan zitten. Dus nou ja, het is ook een leuke manier om ja, Amsterdam een beetje rond te gaan. Om dan gewoon te denken, nou vandaag ga ik naar een andere bibliotheek dan naar Roeters Eiland. En ik vind Amsterdam zelf een hele leuke stad waar echt superveel te beleven is. Ja, dus je bent gewoon, ja, Roeters Eiland is ook bijna in het centrum van Amsterdam. Dus je kan heel snel ja, van alles ontdekken. En we hebben bijvoorbeeld op Roeters Eiland ook het cultureel centrum, waar je workshops kan volgen, maar ook ja, naar optredens kan gaan. Het lijkt er bij mij op alsof Clara vast is gelopen. Judith, kun je dat bevestigen? Ja, nou, hopelijk komt Clara zo nog terug. Judith, misschien kun jij het stokje van haar overnemen hier. Ja, dan neem ik het even over. Ja, ik ben Judith. Ik zit dus nu in mijn master van economie, maar ik heb eerst mijn bachelor economie gedaan. Economie en bedrijfseconomie, dus business economics. En ja, ik vond het dus zo goed bevallen dat ik eigenlijk heb besloten om ook de master te gaan doen op UvA. En eigenlijk is mijn studiekeuze best raar verlopen, want ik wilde altijd geneeskunde doen. Alleen dat is uiteindelijk niet gelukt. Maar ik vond op de middelbare school economie een heel leuk vak, was er ook goed in. En wiskunde vond ik heel leuk. Toen dacht ik, ja weet je, ga ik in ieder geval een jaar even economie doen. En wie weet ga ik nog een keer geneeskunde proberen. Maar ik vond het zo leuk, dus ik heb het uiteindelijk wel geprobeerd. Want het is gewoon een studie die gewoon heel erg actueel is. Inderdaad, wat Clara ook zei, je kan de krantenkop beter begrijpen. Het nieuws, je begrijpt gewoon dingen meer. En het geeft gewoon inzicht. Ook, soms ben je ook echt met dingen bezig. Denk, hoe kan ik dit toepassen in het dagelijks leven of real life? Want dan ben je met een of andere berekeningen bezig en modellen. En denk je, nou, dit slaat nergens op. Maar uiteindelijk geeft het toch wel inzicht. En dat vind ik dus heel leuk aan deze studie. En waarom ik nou voor de UvA had gekozen, ik vond sowieso Amsterdam een hele leuke stad, want ik wil heel graag in het buitenland een carrière doen. En dan is Amsterdam in ieder geval een startpunt. En de UvA staat ook internationaal goed bekend. Er zijn goede professoren die hier werken. Dus ook internationaal gezien, als je hier je diploma haalt, wordt het gewoon goed erkend. Je komt ook in een omgeving op Roeters Eiland, waar dus de campus is. Zit je ook gewoon in een omgeving waar heel veel internationale studenten zijn. Je voelt gewoon dat er heel verschillende culturen, talen. Het bruist echt, zeg maar. Dus het voelt heel anders. Het komt zelf uit Utrecht. Het voelde echt wel heel anders dan Utrecht, wat voor mij natuurlijk al heel vertrouwd voelde. Dus ja, ook op de studie zelf, in mijn jaar, maar het is al een tijdje geleden, was rond de 60-70% buitenlands. Maar dat hangt ook af welke track je doet. Maar dat was bij mij, dat was dus al 4 of 5 jaar geleden. Ik weet niet precies de getallen van dit jaar, maar je kan er wel van uitgaan dat er redelijk wat internationale studenten zijn. Wat ik heel leuk vind, want ik heb nu allemaal vrienden over de hele wereld. Dus ik heb heel wat adresjes waar ik altijd naartoe kan. En het geeft gewoon ook hele leuke inzichten. Ik heb dus inderdaad het eerste jaar wel de Nederlandse werkgroepen gevolgd, omdat ik op de middelbare school echt super slecht was in Engels. Toen ik vertelde ook aan mijn leraren dat ik een Engelse studie ging doen, zei ze ook, weet je dat onzeker. Dus ik ben het toch gaan doen en ik moet zeggen, het ging echt prima. Je moet in je hoofd houden dat ook vaak de leraren niet, zeg maar, niet native Engelssprekers zijn. En dat de leraren die je ook je essays gaan nakijken en de mensen waarmee je in groepjes werkt of met je in college zit, die hebben ook als nature niet Engels als moedertaal. Dus het is heel anders Engels dan wat je eigenlijk op de middelbare school hebben, waar ze op alle spellingen, elke grammatica eigenlijk gaan leggen. Het gaat nu meer om de inhoud van wat je schrijft en of je die toets goed maakt en of je je punten maakt in je Engels in plaats van al die details. Dus daar kan ik, ja, kan ik je beloven dat je daar niet altijd druk over moet maken. Dat komt echt vanzelf. En ik zou jezelf aanraden om gewoon meteen voor de Engelse werkgroepen te gaan. Omdat ik zelfs een beetje in de war raakte van dan wel je essays in het Nederlands schrijven, terwijl je lessen en je boeken in het Engels zijn. Maar dat had niet iedereen. Dat had ik heel erg last van. Dus ja, ik heb inderdaad ook gekozen voor de specialisatie economie, want ik vond dus nog steeds wiskunde heel leuk. En als je de major economie doet, dan kom je iets meer richting de wiskunde. En als je meer, ja, meer inderdaad de bedrijfskant interessant vindt, of misschien iets minder fan bent van wiskunde, dan kan je, als je bedrijfseconomie doet, ook iets meer ontwijken.
Maar het ligt allemaal redelijk bij elkaar. Dus in het algemeen, als je gewoon geïnteresseerd bent in dit soort onderwerpen, kom je er wel veel. Dus als je wiskunde niet leuk vindt, kan je het nog zeker nog steeds doen. Je moet gewoon bij sommige vakken iets meer motivatie vinden om je toch het vak nog te halen. Maar omdat er zoveel verschillende keuzemogelijkheden zijn en je jezelf heel erg specialiseren in allerlei dingen, kan je ook precies een beetje ontwijken wat je wel niet leuk vindt. Je hebt dan die minor die je kan kiezen, de specialisaties die je kan kiezen. Dus ja, daar zou ik ook niet te druk over maken als je de rest wel heel erg leuk vindt. Dus ja, in mij is het heel goed bevallen. Dus vandaar dat ik nu aan mijn master zit. Ik doe dan nu een master in ontwikkelingseconomie. Ze hebben ook heel veel verschillende masters op de UvA. Waar je automatisch in door kan stromen als je je bachelor hebt. Dus dat geeft ook heel veel fijne mogelijkheden. Dus dat is zeker ook een aanrader. Maar dat is voor jullie in ieder geval nu nog niet van toepassing. Maar ja, dat is een beetje waarom ik het gekozen heb. En ja, hoe mijn ervaringen op de UvA zijn. Dan geef ik nu graag weer het woord aan Danny. Ja, hartstikke bedankt Judith voor je verhaal en ook Clara uiteraard. Ik werd even afgekapt op het laatst, maar Clara gaf aan dat ze ook zo goed als klaar was. Dus ze is er zo meteen weer bij de Q&A en dan kunnen jullie haar eventuele vragen stellen. Als we even naar de volgende slide gaan. Nou ja, zal ik nog even kort samenvatten waarom jullie nou economics en business economics bij de Universiteit van Amsterdam moeten kiezen. Ja, ten eerste, het is een uitdagend en interessante opleiding. Dat geeft je hele goede kansen ook op de arbeidsmarkt. Je hebt de vrijheid om te kiezen. Jullie hebben er al wat over gehoord. Vooral in jaar 3 kun je je programma eigen maken. In het eerste semester heb je eigenlijk het hele semester volledig de vrije keuze om zelf te doen wat je wil. Dus je kan kiezen tussen een stage, een semester in het buitenland. Je kan kiezen voor een minor of losse keuzevakken. De UvA heeft een hele goede internationale reputatie. Het is de nummer 1 Nederlandse universiteit en het heeft ook wereldwijd een top 100 ranking. En we hebben veel studenten vanuit de hele wereld. Ook Judith gaf dat aan. Het is een mooie mogelijkheid om anderen te leren kennen. En ook om je eigen sociale kennis en vaardigheden te vergroten. Nou, op de volgende slide staan eventuele vervolgstappen die jij na vandaag kunt doen als je nog steeds of juist geïnteresseerd bent geraakt in deze opleiding. Wat je kunt doen is onze website verkennen. Je kunt je iets meer verdiepen in het programma. Je kunt het bijvoorbeeld vergelijken met andere programma's waar je misschien tussen twijfelt. Ook kun je deze opname terugkijken. De link die zullen we ook in de chat delen. We raden je sterk aan om je aan te melden voor proefstuderen. Jullie zien het staan op 16e van december om 1 uur 's middags op locatie bij ons op de campus. Het is een hele leuke kans eigenlijk om het onderwijs aan onze faculteit eens te ervaren. Zo kun je bijvoorbeeld een hoorcollege volgen of een werkgroep. Zo krijg je een beetje het gevoel van hoe studeren het er nou uitziet bij ons. En ben je nou aan het einde echt zeker van je keuze voor deze opleiding? Zorg dan dat je je op tijd aanmeldt via Studlink. En dat is heel belangrijk. De deadline zien jullie staan. Dus dat is voor 1 mei 2023. En hopelijk zien we veel van jullie terug zometeen. Dan zijn we nu eigenlijk klaar met de volgende, dan zijn we nu klaar met het presentatiegedeelte. En zoals ik aan het begin aangaf, veel van jullie hebben ook al gebruik gemaakt van de Q&A-functie. De vragen zijn al voorbij gekomen. De studenten hebben antwoorden al gegeven ook op jullie vragen deels. Mijn collega, studieadviseur Alain Dankers, die is ook bezig geweest achter de schermen. Om jullie al van antwoorden te voorzien. En dan wil ik nu eigenlijk alle sprekers vragen om het video aan te zetten. Zodat we de Q&A live kunnen gaan doen. En dan gaan we kijken welke vragen veel voorbij komen. Zoals Judith en Clara en Sneha allemaal een scherm aan kunnen zetten. Dan kunnen we van start met de interactieve Q&A. Ja, ik zie hier bovenaan een vraag van Niels. Ik denk dat jullie allebei al deels iets over hebben gezegd. Clara en Judith, hoe groot is nou het wiskundige deel binnen de studie? Dus misschien
een van jullie, Clara of Judith? Ja, dat is, hangt dus een beetje af van of je dus major business gaat doen of de major economics. Als je de major economics doet, krijg je nog een keer het vak wiskunde 2. En dan ga je ook meer micro-macro-economie doen, waar ook al wiskundige achtergrond zeg maar, in zit. Maar dat is niet zo heel ingewikkeld, meer een beetje oppervlakkig. Maar een afgeleide en differentiatie, dat is wel gewoon iets wat je dagelijks dan tegenkomt. Als je de business doet, dan krijg je ook nog in finance, heb je ook nog echt wel wat wiskunde zitten. Dus het is er wel. Maar het blijft dan, zeg maar, als je het echt niet heel leuk vindt, kan je het op een soort van niveau blijven, waardoor het niet heel ingewikkeld is. Als je het nou echt niet heel leuk vindt, als je eenmaal je eerste jaar vak hebt gehaald, dan weet je in ieder geval, ik zit op dat niveau, waardoor ik mijn bachelor kan afmaken. En als je het nou leuk vindt, kan je altijd nog het vak wiskunde 2 gaan volgen. En dan ga je nog iets dieper erop in. Dus het is aanwezig, maar ik vond het ook persoonlijk leuk vak, maar het is niet te aanwezig, vind ik. Ja, en daarin zou ik nog willen toevoegen dat het vaak wel dezelfde soort berekeningen zijn. Dus als je dat eenmaal onder de knie hebt, dan valt het allemaal wel mee hoe moeilijk het is. Dus je krijgt niet de hele tijd allemaal nieuwe dingen naar je hoofd, maar het is allemaal wel, ja, als je dat eenmaal dat niveau hebt wat jullie zei, dan is het zeker te doen. Duidelijk. Deze vraag kwam ook al eerder terug, hè, over hoe belangrijk is wiskunde. Ook vanuit de middelbare school moet per se wiskunde B hebben. Dus ik denk dat dit hopelijk een duidelijk antwoord is op de vraag. Nog een andere leuke vraag van Christos. Dat is misschien ook een goede vraag voor Clara en of Judith. Wat maakt deze studie nou zo leuk? Ik denk, voor mij in ieder geval, dus wel echt die combinatie van aan de ene kant dus maatschappelijke vraagstukken en dat je daar echt meer over leert. Maar aan de andere kant dus ook wel gewoon dat je met cijfers kan werken en met modellen. Dus die combinatie, dat het niet alleen maar schrijven en beargumenteren is, maar ook niet alleen maar cijfers, dat vind ik persoonlijk een hele leuke combinatie. Judith, heb jij daar nog iets aan toe te voegen? Ja, ik vind dus inderdaad ook dat je het kan toepassen op het dagelijks leven. En als je, het is zo breed, wat je ook wil, je kan er altijd wel iets mee doen. Dus straks heb je, als je dan zeg maar je bachelor af hebt, het maakt eigenlijk niet zoveel uit welke arbeidsmarkt je op wilt. Je kan overal wel terecht, want je hebt een hele brede opleiding. Dus je kan overal, want je hebt heel veel masters ook waar je naartoe kan. Dus er blijft gewoon heel veel open, er zijn nog steeds heel veel mogelijkheden. En dat vind ik, dat trok me ook heel erg aan. Ja. En nog een vraag over hoe het studeren eruit ziet. Een vraag van Elin. Moet je veel samenwerken binnen de studie? Ik vond persoonlijk van niet. Dat is ook echt wel een verschil met Business Administration, wat eigenlijk mijn meeste vrienden deden. Die hadden wel van het eerste jaar best wel veel prestaties en werkgroep. Zeg maar groepjes verband. En als ik kijk hoeveel ik dat heb gedaan in mijn bachelor, is dat op één hand te tellen. En zij hadden dat bijna elke periode wel. Dus dat is ook wel echt een groot verschil, vond ik, dat je minder hoeft te presteren. Je had meer gewoon echt tentamens of assignments die je moest inleveren individueel en niet echt groepsverband werken en ook niet zoveel presteren. Ja. En nog een vraag van Florian ook over hoe de studie eruit ziet. Misschien kunnen jullie dat vanuit persoonlijke perspectief beantwoorden. Is hoeveel uur ben je totaal gemiddeld bezig per week aan studeren? Ja, dat verschilt heel erg per vak. Dus ook hoe erg iets je ligt of niet. En ook in welke periode je zit. Dus zeg maar aan het begin. In ieder geval voor mij persoonlijk, aan het begin doe ik dan wat minder, want dan is net het vak begonnen en er zijn er nog geen tentamens. En dan als er een tentamenweek is, dan doe ik dan gaat mijn zelfstudie weer heel erg omhoog, omdat ik dan aan het blokken ben. Dus het is ook een beetje hoe je het zelf indeelt. Dus voor mij verschilt het wel per week. Volgens mij zeggen ze dat je in totaal iets van 24 uur zelfstudie moet doen. En bij mij hangt er echt een beetje vanaf per vak, hoeveel ik ermee bezig ben. En ook of er dus, als er tentamenweek is, dan zit ik daar dus wat boven. En
gemiddeld denk ik wel onder. Dus ja, het verschilt heel erg. Ja, daar kan ik misschien aan toevoegen dat het is een volle studie. Je moet relatief veel doen, maar je kan er prima naast werken en sporten. Ik heb dat ook altijd gedaan en ik was inderdaad ook nog actief bij de studievereniging, waar ik ook veel borrels had en in de commissie zat. Het was een druk leven, maar het is prima te doen. Vooral als je weet hoe je het moet plannen. Dus het is niet super zwaar, maar je moet wel plannen. Maar dat heb je denk ik bij elke studie wel. En het hangt inderdaad gewoon heel erg af of het vakje ligt. Ik heb echt vakken gehad waar ik echt veel harder aan moest trekken dan andere vakken. Maar in het algemeen is het prima te doen, deze studie. Hebben jullie eigenlijk misschien ervaringen zelf met de studentenverenigingen? Er is de vraag van Anton, dat andere studies studentenverenigingen hebben die veel dingen organiseert, of internationale reizen. Hebben jullie daar ervaring mee? Ja, niet met de studentenvereniging, maar met de studievereniging wel. Daar ben ik in mijn eerste jaar lid van geworden. CEVA is dat dan bij onze faculteit. Onze faculteitsvereniging, dus zit je ook in combinatie met Business Administration, dus bedrijfskunde, en econometrie, ook al zit econometrie er meestal niet bij. Maar ik vond het een hele leuke manier om dus ook mensen van andere jaren tegen te komen en andere studies. En inderdaad, buitenlandreisjes ben ik mee geweest. Ik heb er zelf ook eentje georganiseerd. En ik had wintersport, studiereisjes, van alles. En bijna elke week heb je een event of een borrel. Dus ook als je mensen van je studie wil leren kennen, maar niet op een academische manier, maar iets informeler, of dat je juist al een beetje wil ontwikkelen op professioneel vlak, zijn daar heel veel mogelijkheden in, want CEPA is daar heel actief in. Het is ook best wel groot. Volgens mij zijn het 3000 inactieve leden en 300 actieve leden. Dus ja, daar heb ik erg positieve ervaringen mee. Dus daar zou ik ook zeker aanraden, als je beslist deze studie te doen, om daar even een inkijkje in te nemen, want je kan je vaak wel je draai in vinden, want je hebt zoveel verschillende commissies en zoveel verschillende dingen die je erin kan doen. Dus dat geeft zeker een toevoeging, vooral in je eerste jaar. En misschien even een vraag tussendoor voor Sneha. Ik zie een vraag van Jens of er veel statistiek voorkomt in de studie. So if I understand correctly, they're talking about statistics scores, and could you? Yeah, so the question is basically, is statistics a big part of this program? In the foundational year, yes, it is a big part, and this will also help you to understand many of the empirical parts of academic papers that we will discuss in other courses. Plus, you would need statistical knowledge in order to run, for example, Stata or SPSS to use data and then run these programs for other courses as well, like research project. So, of course, paying very good attention to statistics means you will have a foundation on which you can build on in econometrics, on which you can build on when working on thesis. So in a way, yes, it is. Yeah. But it's not part of all courses. Yeah. Clear. Duidelijk. Another question. Nog een vraag voor jou, Sneha. Hoe verschilt economics en business economics op de UvA van andere universiteiten in Nederland? So what's the difference between... So this is a classic question most universities always get, and UvA is no different. So indeed, especially the foundational year, you might not notice much of a difference between the programs that every university offers. However, we try to differentiate in the the approach we have to some of these courses, and the guest lectures that you will see will be different from, of course, what other universities offer. In the end, everyone will try to get to a uniform, because every university will try to meet the needs of the future employees in terms of the students that we are sending out. So, of course, but what makes UvA different is, of course, the experience that UvA gives, which is different from Tilburg, which is different from Erasmus or VUE.
but not necessarily the individual courses in the foundational year. But you will notice slight differences in the specialization courses that we offer. So in that way, we differentiate from other universities. Yeah. And the student body, of course, and the lecturers make up all the difference, the study advisor. So all of these are aspects which are completely different from other universities. Een vraag van Nancy, misschien kunnen jullie die ook beantwoorden, Clara of Judith. Moet je heel goed zijn in Engels om deze studie te kunnen volgen? Nou, ik vind dat zelf dus heel erg meevallen. Ik denk, ja, wat ik zelf ervaarde is, ervoerde dat je er heel snel aan gewend raakt. Omdat alles is wat je leest Engels is en ook de hoorcolleges in het Engels zijn, dus je hoort en ziet veel Engels, dat je heel snel, ja, in het begin is het dan even wennen, maar we zeggen dat je heel snel al wel aan gewend raakt. Dus, nou, Judith had volgens mij ook nog even over gezegd dat zij ook niet een ster was in het Engels op de middelbare school, maar dat je, ja, dat het dus ook prima te doen is, ook al ben je geen held op de middelbare school. En ook voor jou misschien, Clara, de vraag van Eska. Jij noemde zelf al dat jij op de middelbare school wiskunde A had gedaan. Ja, heb jij een ervaring die je hierover wilt delen? Heb je het idee dat je echt iets mist omdat je geen wiskunde B hebt gedaan? Nou, ik moet zeggen, de UvA biedt ook aan dat je bijvoorbeeld in de zomer een soort mini-cursus kan volgen. Dat is gewoon op je eigen tempo online. Dus dat had ik gedaan. Dat je net iets meer up-to-date bent over de onderwerpen, ja, waar ze dan in het laatste jaar van wiskunde A niet zoveel meer aandacht aan besteden. Maar dat was vrij basic eigenlijk. Dat is gewoon een soort van fijne opfrisser. En daarnaast merkte ik dus wel dat mijn klasgenoten sommige onderdelen al wel hadden gehad die ik minder diepgaand had gehad. Dus het was gewoon, ja, vooral in het begin dat ik gewoon iets meer nieuwe dingen tegenkwam, dat voor anderen iets meer herhaling was. Maar ik vond het zelf, ja, dus dat was dan voor mij weer een vak waar ik iets meer aandacht aan moest besteden. Maar ja, als je gewoon zorgt dat je bijblijft en ja, met wiskunde moet je ook gewoon oefenen. Ja, en dan is het zeker te doen. Dus ja, ik denk vooral als je gewoon weet wat je te wachten staat, dat wiskundige vak, als je dat haalt, ben je er ook voor het grootste deel van vanaf. Nou ja, er is nog één openstaande vraag. Mochten jullie nog vragen hebben, stel ze gerust in de Q&A. We zijn er nog voor je om de vraag te beantwoorden. Er staat een hele interessante vraag van Christos in de Q&A. Is het belangrijker om een studie te kiezen waar je goed in denkt te zijn, of een studie die je leuk lijkt, maar niet per se heel goed? Ja, je verwacht het misschien. Christos, ik geef even antwoord als studieadviseur. Misschien dat Clara of Judith hier ook iets over te zeggen hebben. Ik denk dat het altijd een balans moet zijn van de twee. Ik denk dat het zowel belangrijk is om iets leuk te vinden, om er echt intrinsiek geïnteresseerd in te zijn. Maar tegelijkertijd, ja, heb je natuurlijk ook bepaalde skills nodig om een studie te kunnen doen. Dus als jij als je wiskunde jou totaal niet ligt of als statistiek jou totaal niet ligt, dan kun je natuurlijk afvragen om voor een studie economie te gaan kiezen. Maar het is natuurlijk altijd het is een balans, dus het is een afweging tussen de twee. Als het je dusdanig interesseert, dat je het wel graag wil proberen en je de uitdaging aan wil gaan, dan kun je er natuurlijk altijd voor kiezen. Even kijken, ja, wat is micro- en macro-economie? Een vraag voor Sneha, denk ik. Ja, so microeconomics deals with the individual decision-making and also the decision-making of firms. Macroeconomics, on the other hand, deals with decision-making at an economy level and discusses monetary and fiscal policy, for example, or international trade, for example. So this is the basic difference, and you will see a lot of mathematical models in both fields. However, micro will deal with the micro perspective, so basically individual human decision making,
versus macro, you will see it at a macro level, country or economy level. Yeah. Yeah. En nog een vraag, Sneha, van Lina. Je hebt al verteld het verschil tussen EBE en BA. Is er nog iets meer wat je daarover kunt vertellen? Iets meer uitgebreid wat het verschil is? For BA, I think a very good starting point is to also see the go through the meet and ask session, which is already posted for business administration. But so if you're really interested in a multidisciplinary perspective of solving business problems, the same things that economics also deals with, but mostly from a quantitative point of view. So if you want to do it from a managerial perspective or so you can... for example, building up an organization, and inside that, what are the entrepreneurial decisions to be made, and is this the right decision? What are the financial aspects? So all of this, I think you could go for business administration. On the other hand, in economics, we really focus a lot in a unidisciplinary way, so from an economic viewpoint. We also, of course, deal with the financial aspects and other, firm and individual decision-making aspects. However, you will see a lot of stress on quantitative and analytical side of things. So this is the major difference, I think. Yeah, so it again boils down to your main interests. If your main interests lie in getting a degree on how to run an organization, for example, or how to understand the structural aspects of organization and the decision making, business administration might be the go-to. Yeah. En wat Sneha ook al vertelde, we doen deze webinars niet alleen voor deze opleiding, maar ook voor onze andere opleidingen, inclusief business administration. Mijn collega Alain heeft in de chat de link gedeeld waar je de opnames terug kunt vinden. En zo kun je ook terechtkomen bij de opname voor de Business Administration webinar. Op dit moment zijn er geen openstaande vragen meer. We hebben nog eventjes de tijd, dus mochten jullie nog vragen hebben, stel ze gerust. En dan kunnen we er nu nog live antwoord op geven. En anders is het natuurlijk... ook een goed teken dat jullie geen vragen meer hebben. Dat betekent dat we goed ons werk hebben gedaan om jullie te verduidelijken wat de opleiding inhoudt. Ik zie ook langzaamaan dat er mensen de sessie verlaten. Dus ik hoop dat ze dat doen omdat ze genoeg weten. En hopelijk hebben we jullie kunnen helpen om de keuze ietsje makkelijker te maken. Het overgrote deel van jullie is dus 6 VWO-studenten. Dat hebben we in het begin van de poll gezien. Een aantal van jullie heeft natuurlijk nog wat meer tijd om de keuzes te maken. Dus misschien willen jullie volgend jaar weer aansluiten bij de Meet and Ask. Om te kijken of er andere vragen zijn die jullie beantwoord willen hebben. Doe dat vooral. Hè. Gebruik gewoon de tijd om te onderzoeken wat je interessant vindt, wat je leuk vindt, waar je sterke punten liggen. We hebben heel veel informatiesessies, dus maak daar vooral gebruik van. Nog een vraag van Eska die binnenkomt. Misschien ook voor Sneha. Wordt er veel aandacht besteed aan ethiek? So, what is it about ethics? Is there a lot of attention for ethics within the program? Yes, so there is a lot of discussion going on amongst the program directors and education director to incorporate ethics, responsibility, and sustainability as part of every course that we offer in our program. But this is about how to explicitly include them. So we already indirectly include each of these topics in our respective courses. So for example, I teach public economics. And we always talk about the morality of markets, for example. So where do markets have a place? And are they turning people into, unethical bots or something? So this is a question we do address where we touch upon ethics. And experimental economics, on the other hand, also deals with ethics a lot.
So what is ethical and what is not ethical to do while conducting experiments, and to also give you examples of how you know, how to actually work with data and how not to commit fraud. So other lecturers also give examples during the teaching of their courses in ethics. And other than that, we are still trying actively to add more and more examples, because we do consider ethics as an important, should be an important part of our discussion. Yeah. Duidelijk. Kijk, misschien een vraag voor Clara om te beantwoorden. Heb je een soort mentor of iemand die je begeleidt tijdens je studie? Nou, dit, bij de studie zijn er heel veel studiebegeleiders. Dus dan kan je gewoon online een afspraak maken. Dat heb ik zelf al een paar keer gedaan. Je kan echt best wel snel terecht. En dan gaan ze echt met jou kijken van, wat is je probleem? Of wat is je vraag? En dan nemen ze echt wel goed de tijd voor je. Dus dat is niet automatisch dat je één persoon hebt, maar wel dat je een plek hebt waar je altijd terecht kan. En daarnaast heb je in je eerste jaar ook nog het vak. Nou, dat is zeg maar een soort toevoeging aan je vakken in je eerste semester. It's Skills and Connect. En dan ga je eigenlijk met, ja, onder leiding van een oudejaarsstudent. Krijg je ook nog wat lessen, zowel over Excel. Als ook over studievaardigheden, hoe moet je studeren, dat soort dingen. Met wie studeer ik eigenlijk? En daarin krijg je dus ook nog een soort ouderejaars aan wie je wel echt alles kan vragen. Dus dat is iets meer laagdrempelig dan een studieadviseur. Dus dat is er ook nog. Dankjewel. Nou, we hebben nog de laatste 5-6 minuten. Dus nogmaals, mocht je nog vragen hebben, dan stel ze nu. En overigens kun je op de slide ook de link zien naar onze sociale media en onze YouTube-kanaal. Daar kun je ook heel veel terugvinden aan informatie over onze opleidingen. En ja, hopelijk kun je dat gebruiken om je keuze te maken of om je keuze te bevestigen. En ook, ja, nogmaals, deze webinar, de sessie van vandaag, is opgenomen. Of wordt opgenomen, eigenlijk. Dus je kunt je ook terugkijken en de link die staat in de chat. Er is een hele brede vraag van Christel. Welke studies kun je met wiskunde A doen? Wij kunnen hier alleen antwoord geven over vragen die gericht zijn op deze studies, of onze studies. Dus met wiskunde A kun je in principe bij Economics en Business Economics terecht. Er zijn een aantal andere opleidingen binnen onze faculteit die wat zwaardere wiskunde vereisen. Maar mocht je andere opleidingen overwegen, dan zou ik je aanraden om gewoon even op de website te kijken. Daar staat altijd heel duidelijk welke studies je kunt doen met welke vooropleiding. Ook in de chat is een link naar de diploma calculator. Daar kun je ook zien welke vooropleiding je nodig hebt voor welke opleidingen. Kijken. Er is een vraag, Sneha. Ik weet niet, into what extent do you know anything about mathematics in secondary school, mathematics A, mathematics B? Yeah, I'm a non-Dutch person here, so I'm not native. So maybe Clara and Judith know more about mathematics A and B. What I do know is if you follow EBE program, there's a lot of math you will have to deal with. And especially if you choose major in economics in the second part of your second year, then you will definitely have to continue using a lot of mathematics. And I don't know A and B, but what I can say, the level of maths here is you will be using a lot of calculus. So I assume you would have had an introduction in the high school mathematics for that, and then you will also be using in my courses for sure a lot of algebra. So I'm guessing linear algebra was part of high school studies here, so
Judith and Clara, can you throw some light on that? So ik heb zowel wiskunde A, of nee, zoals wiskunde B als D gehad. Dus ik heb in D kreeg je ook een deel van A, kreeg je statistiek. Dus inderdaad, wat ik merkte, in het eerste jaar heb je dus een vak statistiek en een vak wiskunde. En alle leerlingen, studenten die dus al wiskunde A hadden gehad, die gingen gewoon iets makkelijker door de statistiek heen. En degene die wiskunde B hebben, die gaan makkelijker door wiskunde B heen. En omdat de nadruk, ja, vaak is het wel zo, als je wiskunde B hebt, vaak zijn het gewoon wel mensen die iets meer aandacht hebben voor wiskunde, snap je ook dus wiskunde A beter, dus statistiek ook. Dus in het algemeen, vaak als je wiskunde B hebt, stroom je ook makkelijker de statistiekvakken in. Maar dat hoeft niet altijd zo te zijn. Mensen die voor A hebben gekozen, kunnen net zo goed ook makkelijk de wiskundevakken instromen. Dus maar ja, het eerste jaar, omdat je dus echt een wiskunde B-vak hebt, wat wiskunde is, en een wiskunde A-vak, wat de statistiek is, hing het dus echt per werkgroep af, zeg per vak af, welke studenten waar een beetje een voorsprong op hebben. Maar het is niet zozeer dat als je wiskunde A hebt, dat je dan zoveel meer voorsprong hebt. En bij wiskunde B heb je een beetje meer voorsprong. Dus ik hoop dat het een beetje duidelijk is. Maar als je gewoon gemotiveerd bent, dan vervalt alles sowieso. Je gaat zo snel door de stof heen, dat vaak na 1 week sta je ook alweer helemaal gelijk. Dus dat is gewoon 1 week iets harder werken. En daarna heb je weer dezelfde kennis. What I would like to add is we do have an introductory course in the very beginning itself, so Mathematics 1. So our lecturers, Daniel and Thomas, work very hard to provide students with the necessary mathematical skills to do all the other economics courses. Yeah. Ja. Dus je kunt in het begin je wiskunde bijspijkeren als het nodig is en als je niet helemaal zeker bent van je behaalde wiskundeniveau op de middelbare school. Ik denk dat eigenlijk de informatie die we net hebben gehoord een antwoord is op beide openstaande vragen. Het is dus een opleiding waar wiskunde B niet noodzakelijk voor is. Dus met wiskunde A zou je in principe moeten kunnen voldoen aan het niveau wat gevraagd wordt. Goed, dat was dan de laatste vraag. Het is 5 uur. Dus ik wil jullie eigenlijk allemaal bedanken. Dus iedereen die hier aanwezig is geweest, jullie, de deelnemers. Graag gedaan, Christels. En uiteraard wil ik Sneha bedanken, onze programmadirecteur. En ik wil ook de studenten Clara en Judith bedanken. En ook mijn collega studieadviseur Alain Dankers, die achter de schermen ook heeft geholpen om jullie vragen te beantwoorden. En nogmaals, hopelijk zien we jullie snel op de campus.